Even kijken, het beeld omdraaien. Tot. Hier, een beeld omdraaien. Ja, hij doet het. Oké, lieve mensjes. Ik heb van de week een vlog gemaakt. Die heb ik verwijderd. Heb ik achteraf wel spijt van. Ondanks dat ik het in goed overleg heb gedaan. Ik wil jullie eens wat vertellen. Want ik zat me van de week te bedenken. Ik kreeg een mail. Of nee, een via WhatsApp of Messenger. Kreeg ik destijds een berichtje van dat vliegtuigje in Amsterdam met een demonstratie. Er had dus, weet ik niet meer, op dat spandoek moeten staan. Goed, het ging er dus om, het vliegtuigje vloog over een demonstratie. Er had een bepaalde tekst op moeten staan. Heb er helemaal niet op gestaan. En daar stond dus op, koud hè, dat vliegtuigje. Dat was dus een demonstratie van Michael Breitinga. Kan dat kloppen, mensen? Geen idee. Ik moet het even in mijn schriftje terugzoeken. Want ik zat me van de week te bedenken. Ik denk een vliegtuigje. Er zijn er 1001 manieren die veel goedkoper zijn met dezelfde boodschap als zo'n vliegtuigje. Dus waarom neem je dan een vliegtuigje? Dan moet je daar toch iets mee hebben? Je had toch ook gewoon de dag van tevoren een spandoek op een hek kunnen knutselen of weet ik veel wat? Dus ik zat de hele tijd een vliegtuigje. Ik denk, daar steek wat achter, want je neemt niet zomaar een vliegtuigje. Dus dan ga je zitten denken, tenminste ik tenminste wel. Wie zijn er van de vliegtuigjes? Behalve dat bedrijf wat daarmee gevlogen hebben. Ik ben gaan zoeken in de reacties van die Fidera-site. Ik heb een link gekregen van die Fidera-site. Want kijk uit, je hebt dus verschillende Fidera-sites. Ik heb een link gekregen. Ik denk, ik ga dus even naar die reacties kijken. Dus niet naar die filmpjes, niet naar de tekst van die Fidera's, maar puur naar de reacties. En er vielen me een aantal accounts, die vielen me nogal gewoon op. Dus die ben ik gaan zoeken, napluizen. En toen kwam ik tot ontdekking. Er staat constant, kom je een paar dingen tegen. Eén naam is Barracuda. Maar ik heb Barracuda. Mita, luister alsjeblieft even mee, want ik ben hele nieuwe dingen op het spoor. Barracuda is dus ook iets geweest in het verleden met demonstraties. Maar ik weet niet meer van wie ik dat gehoord heb. Dus ik ben gaan zoeken op Barracuda. En ik denk, hey. Hoe heet het bedrijf ook weer? Jan Limmerga, zoiets. Ik heb er screenshots van gemaakt. Oké. Ik ga je zo meteen meer vertellen over die Barracuda. Maar wat viel mij ook op? Barracuda kan ik niet direct linken aan het vliegtuig. Ik kan Barracuda wel linken aan Fidera, want het is net dat het een opvolger is. Ik ben dus in gesprek gegaan met een wat oudere demonstrant. Die gewoon heel neutraal is, die mij nog nooit iets verweten heeft. En ik heb gevraagd, dit demonstreren, dat is toch niet iets van nu? Want er is mij destijds, kwam die neusbel met valse beschuldigingen aan het adres van Oudje. Er zou een account zijn dat zij dame was van lichte zeden, zeg maar. Ik kon toen heel die neusbel nog niet. Laat staan dat ik ooit had moeten weten dat zij lichte zeden, dat ze ook achter het raam heb gestaan destijds. Dat is mij later wel bevestigd dat dat wel degelijk waar is. Want ik ben natuurlijk ook op onderzoek uitgegaan. Ik denk, mens, verhuid toch die onzin vandaan, joh. Ben jij niet goed in je knikkenbol of zo? Want dan liep ze toen mijn oudje nog van te beschuldigen. Toen kwam ik reacties tegen op Fidera.
oude doos. En dan zag je foto's van die neusbel. Die wel al echt flink ouder waren. En dan moet ik reacties erbij. Oude doos. Dus ik ben dus naar die bepaalde man toe gegaan. Ik zeg, joh, luister eens. Dat demonstreren, dat is toch niet iets van nu, lijkt me. Dat is dus al eerder geweest, dat demonstreren. Want ze hebben het op dat Fidaire, hebben ze het over de oude doos. Ja, zegt die persoon. Want vroeger heette dat demonstreren, heette dus Occupy. En vroeger had je dus een iets. En dat was gelijkwaardig aan wat nu Fidaire is. Oké. En hoe heette die site? Nou, dat wist je niet meer. Maar hij wist wel te vertellen. Marijke, het heette Occupy. Oké, Occupy. Dus ik ben gaan zoeken. Occupy. Je hebt één reageerder. Op Fidaire. Ik ga alles uitleggen. Je hebt dus één reageerder op Fidaire. En dat is JDTV. En als je daarop klikt, kom je ook op een site terecht. Eerste instantie. Ik denk, nou ja, best. Maar ik ben die site eens gaan nalopen van JDTV. JDTV heeft dus allemaal filmpjes van Occupy. Occupy, dat is dus waar een oudere demonstrant het ook over had. Ik denk, hier zit ik in de goede richting. Want Occupy schijnt dus een jaar lang op het Malieveld te hebben gestaan. Hij wist niet meer een jaartal of een datum, maar Occupy op het Malieveld gestaan. Na zoekwerk heb ik dat inderdaad kunnen terugvinden. Die Occupy, of die JDTV is van Erik Donk. Ja, dan ga ik naar het profiel van die Erik Donk, dan zie ik een vliegtuigafbeeldingje. Ik denk, nou weet je, ik doe even Facebook weg, ik doe alles weg wat ik heb gevonden, ik ga het eens even zitten zoeken. Want dan denk ik, wacht even. Vliegtuigje, zit dit nou goed? Ja, want dat doet mij ergens aan denken. Want ik meen, in Amsterdam heb er ook zo'n vliegtuigje gevlogen met zo'n spandoek. Dus ik ga dan op Twitter, op alle social media kanalen, ga ik een beetje zitten zoeken van, hey, waar kan ik hem vinden en wat kan ik over hem vinden? Dan kom ik er dus bij uit dat hij luchtvaart gestudeerd heeft. En dat hij cameraman is. Maar dan denk ik, stik, cameraman. Er was toen toch ook een camera op Amsterdam gevonden, geloof ik, aan een boom of zo. En ik zit de hele avond al, wie heeft mij dat toch verteld? En ik weet, er heb een camera aan de boom gehangen, met dat Fidaire logo. En ik weet mijn god niet meer wie mij dat verteld heeft. Maar dan denk ik, oké, een camera aan een boom in Amsterdam, met een cameraman. Toevallig. Je hebt luchtvaart gestudeerd? Oké, want ik zei al, je gaat toch niet zomaar een vliegtuigje laten vliegen? Wie verzint dat nou, man? Dan moet je toch iets met die wereld hebben. Dus ik ben gaan zoeken, luchtvaart gestudeerd. Dan kom je dus uit bij een of ander, ja, ik noem het maar een zweefvliegtuigje, omdat ik niet weet hoe die pokken ding anders heet. Dat ik denk, hè? Dit zal toch niet? Ga ik verder zoeken. Ik kan die Erik Donk nog niet aan de gele hesjes koppelen. Nog niet, maar ik ga dat natuurlijk wel uitzoeken. Want nu wil ik weten wat zijn aandelen is. Want hij legt bij mij nu onder de picture. En flink. Want dan denk ik, oude doos. Destijds die gekke beschuldigingen. Aan het adres van mij een oudje. Terwijl wij wisten nog heel niks van haar verleden, van die neusbel. Dan ga je toch eens zoeken en ga toch eens nadenken. Denk, zit me niet lekker. Dan kom ik bij die persoon allemaal filmpjes tegen over oude demonstraties. Dat ik denk, stik, jij kent dan echt serieus veel demonstratiemensen. Want als jij al die filmpjes op je kanaal hebt staan, dan heb jij toch ook al die filmpjes bekeken. Dan ben jij toch al heel bekend in dat demonstratiegebeuren.
Want ik heb in het begin wel gezegd dat ik met Fidère geconfronteerd werd. Dus ik zeg, ja, alles leuk en best met dat Fidère. Maar hoe weet jij nou wie daar staan te demonstreren? Dan moet je of zelf demonstrant zijn. Of jij moet er op de een of andere manier heel veel van weten. Want ik wist destijds heel niet wie er op dat Malieveld stonden. Omdat ik me daar niet mee bezig had gehouden. Ik kon een aantal mensen uit mijn privéomgeving gingen regelmatig demonstreren. Maar wie daar precies allemaal stonden, ik heb me daar toen nooit in verdiept. Nee. Dus dat is één. Dat vliegtuigje, Erik Donk. Dan ga je zitten zoeken bij die Barracuda. Dan kom je dus uit bij Jan Lubbinga. Moet ik even nazoeken. Ja. En dan ga je terugzoeken naar die gele hesjes. Dan denk ik, wat toevallig, hè? Nou, wat vervelend toevallig. Dan ga je verder, nog meer verder zitten terugzoeken. Wie nog meer met dat Barracuda te maken heb gehad, destijds. En dan moet ik even... Dan kom ik dus uit bij een Jeroen. En die Jeroen heet tegenwoordig Naomi. Nou moet ik oppassen wat ik zeg. Want ik heb al eerder gezegd van Jeroen heet die vroeger Jeroen en heet nu Naomi. Want iedereen heeft toen gedacht dat ze twee verschillende personen. Nou, ik ben eens gaan zoeken. Heel goed gaan zoeken. Maar Jeroen en Naomi is niet broer en zus. Nee, dat is één en dezelfde persoon. Die was vroeger man. Die is nu vrouw. Ja? Dus het zit veel complexer in elkaar als dat iemand vermoed heeft. Want ik heb al die tijd al gezegd, wij hebben de vier, wij hebben de vijf, maar ik mis er een zootje. Want er zitten er veel meer achter. Dat heb ik al die tijd al gezegd. Dus ik ga het sowieso ga ik verder met die Erik Donk. Ga ik verder uitzoeken, want ik vind dat mijn veel te toevallig. Ik ga het verder uitzoeken, Jan Lubbinga of Jan Lubbinga. Die staat voorlopig ook bij mij op mijn lijstje. En met die Jeroen die tegenwoordig Naomi heet. Staat voorlopig ook op mijn lijstje. Ja? Ik moet even oppassen met wat ik zeg. Ik laat nog niet het achterste van mijn tong zien. Maar ik weet wel... iets anders. Er zijn de bekenden van mij, die hebben kogels ontvangen. Juist, ja. Eén keer, één kogeltje in mijn brievenbus en ik kom hem persoonlijk bij je bezorgen. Persoonlijk. Laat dat duidelijk zijn. Ik wist niet wat ik hoorde. Nou hoor ik ook vanuit geluiden die ook aan het zoeken zijn, onderzoeken zijn, veel weten, te veel weten... Er zijn er meerdere mensen gepoogd om van de weg te rijden. Probeer mij één keer van de weg te rijden, want luister, ik wijk niet uit. Ik zet mijn auto recht in je. Recht in je. Flik niet bij mij, want jullie bij andere mensen flikken, want weet dat je de verkeerde hebt. Ja? Ik heb nu een andere persoon vanavond gesproken, die heeft een dreigbrief ontvangen... Stuur mij één keer een dreigbrief. En geloof me, ik ben beter als elk regisseur, wie dan ook. Want ik kom binnen 24 uur die dreigbriefje neusgaten binnen stampen. Ik ga verder zoeken. Ik had er al een paar op de korrel, dat weet Mita. Ik heb er nu nog een zootje op de korrel dat ik denk, jullie zijn er met een verdomd interessant. En haal het gore teringlef. Mijn dwarste zit met kogeltjes in mijn brievenbus. Mijn van de weg of te rijden. Of een dreigbrief in mijn brievenbus. Want jullie gaan er. Hoe dan ook. Want ik heb al een paar van jullie op het oog. Ja? Dan kan ik jullie nog niet allemaal hebben. Maar ik heb al een paar van jullie op het oog. En weet als jullie zoiets bij mij flikken. Dan is het klaar. Want dat zijn de teringgeintjes. Dan is echt, dan breekt de hel los. Want waar halen jullie het lef vandaan? Het lef.
En oh, dat is nog zoiets. Ja, Mieke, ik heb beloofd iemand daar niks over te zeggen. Maar als ik zeg dat ik Fidère niet ben, ben ik Fidère niet. En dan kan je twee dingen doen. Dan kan je twee dingen doen. Of je kan luisteren. Of je krijgt een dichte deur in neus gepropt. Als ik zeg dat ik iets niet ben, ben ik iets ook niet. Als ik zeg dat ik iets doe, dan doe ik iets. En als ik zeg dat ik iets niet doe, dan doe ik iets niet. Ik snap niet hoe moeilijk die boodschap kan zijn. Ik kan veel meegemaakt hebben. Maar ik was toen al rechtlijnig. Ik ben nog steeds heel rechtlijnig. Ik ga door met onderzoeken. Want ik ben er echt voorlopig nog niet klaar mee. Mita, je hebt helemaal gelijk. Maar zeg alsjeblieft maar niet zoveel nu op deze live. Want ik wil nog niet alles prijsgeven. Ik wil echt nog niet alles prijsgeven. En inderdaad, die mevrouw die jij eerder hebt genoemd. Mita. Nou moet jij dat e-mailadres van die Gerda Groen, moet jij eens intikken op Google, maar je kijkt je niet in de voren komt. Pot verwijt de ketel, dan is ze zwart zien. Lieve mensen, ik ga het door met zoeken. Ik ga het zo lekker naar buiten, ik ga mijn hondjes uitlaten. Ik heb heel veel informatie opgezocht de afgelopen uren. En ik kan jullie wel zeggen, laat mij met rust. Laat mijn omgeving met rust. Laat mijn vrienden en vriendinnen met rust. En weet dat bijvoorbeeld ook een Mita erbij hoort. Niet alleen een Albert, niet alleen mijn directe omgeving. Maar ook een Mita. Ook bijvoorbeeld ik ga het naam even niet noemen. Maar er zijn er meerdere mensen die ik onder mijn vleugels heb genomen. Zit mijn dwars en je krijgt binnen 24 uur een peloton. Want jullie kunnen een clubje zijn, maar ik heb een leger. Weet waar je aan begint.